De Beringkieten is een vintage-stijl damesjas, ideaal voor de custombike of chopperrijder. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en dit is de review van de Beringkieten damesjas beschikbaar bij Motorkleding Center. De Beringkieten is bij uitstek geschikt voor de custombike of chopperrijder vanwege zijn vintage-uitstraling. De jas is volledig gemaakt van een slijtvast textiel en heeft een waterdicht membraan en een thermovoering die eventueel uit te nemen is op het moment dat het wat warmer wordt. Mede door dit membraan en thermovoering is de jas dus zowel geschikt voor mid-season als zomergebruik. Als we gaan kijken naar de veiligheid van de jas, zien we dat de jas volledig voorzien is van een slijtvast textiel buitenlaag. Dit zorgt voor een slijtvaste, maar dus ook veilige buitenlaag. Als we een kwartslag gaan draaien, dan is de jas uitgevoerd met level 1 schouder en elleboogprotectie die zorgt voor een fatsoenlijke impactverdeling. Als we vervolgens doorgaan naar de achterkant van de jas, zit er een pocket in verwerkt waar eventueel een rugprotectie ingestoken kan worden. En hiermee kan de impactprotectie volledig compleet gemaakt worden. We gaan kijken naar comfort en extra features aan de achterkant. Zien we dat de kraag is afgewerkt met een neopreenlaag, wat zorgt voor een comfortabele afsluiting. Vervolgens zien we nog een reflecterende streep rond de kraag lopen, die zorgt voor wat extra visibiliteit. Als we dan vervolgens weer terug naar de zijkant gaan, dan zien we dat er leren lijnen aan de zijkant van de jas aan zijn gebracht, puur om de stijl ten goede te komen. Als we de arm dan naar boven doen, zien we een versteloptie aan de onderkant, die door middel van drukknopen op verschillende posities in te stellen is. Ook zien we hier het CE-label en dit houdt in dat de jas volledig CE gekeurd is. Als we dan doordraaien naar de voorkant van de jas, dan zien we dat de mouw afsluit door middel van een drukknoop. En deze is ook weer in 3 verschillende standen verstelbaar. Ook is de jas open te maken door middel van een rits, waardoor de handschoenen er eventueel ook onder gedragen zouden kunnen worden. Als we dan teruggaan naar de voorkant van de jas, dan zien we 2 grote steekzakken op de borst zitten. En op de buik ook nog 2 zakken die eventueel ook gebruikt kunnen worden om je spulletjes in op te bergen. Houd er even rekening mee dat geen van deze zakken waterdicht zit, omdat ze niet achter de regenvoering zitten. Als we vervolgens gaan kijken naar de kraag, zien we dat die afgesloten wordt met een drukknoop. En zien we ook weer het neopreenmateriaal terug, wat zorgt voor een comfortabele afsluiting. Als we dan de rits open doen, zien we aan de binnenkant de thermovoering zitten. Hou er even rekening mee dat dit een iets dunnere thermovoering is dan normaal. En dat is dus ook de reden dat het geen all-season jas, maar meer een mid-season jas is. Ook zien we daarachter de waterdichte voering, waardoor die dus met regenbuitjes ook gewoon fatsoenlijk te dragen is. Aan de binnenkant van de voering zien we ook nog 2 grote steekzakken zitten. Hier kunnen eventueel je waardevolle spullen in opgeborgen worden. Deze zakken zitten achter het waterdichte membraan en dat houdt dus ook in dat de zakken daadwerkelijk waterdicht afgesloten zijn. Marjolein is 1,68 meter en weegt zo'n 65 kilo en draagt van deze jas een maat T2. Zoals we kunnen zien sluit de jas gewoon netjes aan en heeft ze nergens overtollige ruimte. Hou er even rekening mee dat T2 eigenlijk overeenkomt met een normale maat medium of 38. Dus heb je die maten, dan is de 2,2 de ideale maat voor jou. Wil je op de hoogte blijven van alles wat we doen bij Motorkleding Center? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En wil jij nou weten welke maat het best bij jou past? Blijf dan eventjes hangen. Ik ben Oscar van Motorkleding Center. Bedankt voor het kijken.